In Nederland herinneren wij ons Lada als dat Russische merk van de hoekige Niva, de Riva en de Samara. En misschien dat de echte kenner nog de 110 op kan rakelen. In Nederland hebben we al even geen importeur meer en in de tussentijd is er toch een hoop gebeurd. Hier achter mij staat in 2015 gelanceerde Vesta. De eerste Lada met invloeden van Renault-Nissan en een voorbode van wat er zou gaan komen. Nou, voor het interieur geldt zo'n beetje hetzelfde als voor de buitenkant. Je ziet dat Lada die heeft goed zijn best gedaan om dat hele design met die X'en, dus die haakse vormen, om dat terug te brengen in het interieur. Het is echt niet meer zoals Lada dat vroeger deed, dat de hoekige, saaie bende eigenlijk. En dat was destijds iets dat heel goed bij de slogan van Lada paste. Auto's voor mensen zonder bla bla. Dat is iets dat helemaal niet meer voor deze versie geldt, de Vesta. Dit is de basisuitvoering en die zit, nou ja, voor een basisuitvoering vrij stampvol met van alles. Je hebt elektrische ramen rondom, je hebt standaard airconditioning. Er zitten parkeersensoren op achter, dus radio met USB en Bluetooth ondersteuning. Zijspiegeltjes zijn verwarmd en elektrisch verstelbaar. Kortom, het is echt niet meer het Lada zoals je dat kent van vroeger. En dat is ook precies, ja, wat de essentie van deze auto is. Lada heeft een stap gemaakt en ja, als eigenaar mag je best in de watten gelegd worden. Ja, en dat dan het materiaalgebruik, je hoort het ook, niet helemaal meer is van 2017, dat moet je dan maar voor lief nemen, want die besparing moet ergens vandaan komen. Nou, van binnen is het dus vrij onherkenbaar als Lada. En dat geldt niet helemaal voor de techniek, want in tegenstelling tot de X-Ray, die heeft Lada in Rusland, dat is een klein crossovertje, wat een Dacia Sandero is, is dit nog echt een Lada-product. Dus dat betekent dat platform Lada is, de motor is Lada, de bak is Lada. En misschien hadden ze daar toch beter bij Renault uit het magazijn kunnen graaien. Dat motortje dat moet goed op toeren gejaagd worden, die 1.6. Die moet opgejaagd worden om die 106 pk eruit te krijgen. De bak is wat hakerig en er zit een soort van dikke stroop waar je doorheen moet trekken om hem in zijn versnellingen te krijgen. En ook dat onderstel, ja, dat is misschien voor Rusland en die wegen met die gaten daar is dat prima. Maar hier is hij wat springerig. Lange veerwegen, stevige demping. Ja, het is geen dynamische auto, laten we het zo maar brengen. Maar nogmaals, voor een budgetauto is het allemaal zeer acceptabel. Een belangrijke auto dus voor Lada en het is waarschijnlijk daarom dat de Vesta helemaal niet meer als een typische Lada oogt. We zien opmerkelijke X-vormige lijnen, vouwen, speelse chroomkleurige strips en een daklijn die sterk afloopt en overgaat in een kofferbak waarin je 480 liter aan bagage kwijt kunt. Dat is behoorlijk, want wat afmetingen betreft is de Vesta enkele centimeters korter en smaller dan de Audi A3 Sedan, terwijl die Duitser zich beperkt houdt tot 425 liter. De ruimte op de achterbank is ook dik in orde, dankzij de lange wielbasis van 2,64 meter. Nou, Lada heeft een behoorlijke stap gemaakt. De Lada Vesta die steekt slim in elkaar en die biedt heel veel ruimte en vooral veel uitrusting voor relatief weinig geld. Voor zo'n 17.000 euro heb je helaas geen nieuwe auto. Autobedrijf Snippen in Nieuwlanden, waar deze Lada vandaan komt, die haalt zeer jong gebruikte exemplaren naar Nederland. Is het dan een goede deal? Als je door de piepjes, kraakjes en de weinig verfijning heen kunt prikken, wel. En dan rij je een Lada met een mooi imago.